live my day as if it was the last. Live my day as if it was the last. Doing it all night. Hallo allemaal, ik ga starten met een nieuwe serie. Ik heb het spel Tarf Table gedownload en die ga ik nu spelen. En jullie kijken mee met wat ik allemaal doe. Nou, ik ga nu eerst beginnen met mijn game character persoonlijk te maken. Dus we gaan even kijken hoe ik eruit wil zien. Nou, we beginnen met het gezicht. Ik denk dat ik voor deze ga. Haarkleur. Ja, mijn haar is dus nu paars, maar ze hebben dus geen paars. Dan ga ik voor bruin. Kapsel. Ik denk dat ik voor deze ga. Mijn haar is iets langer, maar ach. Ogen. Ik heb blauwe ogen. Make-up. Nou, een beetje neutraal, want ik heb niet hele heftige make-up. En zeker niet als ik met haar bezig ben. Mijn voornaam. Nou, dat is natuurlijk Lara. Even kijken of ze die hebben. L? Nee? Oh. Even kijken. Ik moet naar de L. Ik kan niet L intypen. Dat is ook niet handig. Oké. Okay. Slepen. L. Ja, ze hebben hem gewoon. Wat zal ik als achternaam doen? Ik ben nu eens achternaam aan het kijken, maar veel is al bezet, dus Strawberry cake, ook al bezet. Strawberry baker, ook al bezet. Strawberry born, die is er nog wel. Zo, dus het wordt Lara Strawberry born. Oh, dat was niet wat ik wilde. Nou, dan gaan we weer terug naar de L. L, A, Lara. Oh, nee! Oh, god. Gaat lekker. Lara, Lara. Oh. Lara. Strawberry. Strawberry born. Naar de B. Strawberry born. Oké, next. Oké, maak mijn eerste paard. Nou, ik wil bont. Oh. Hij heeft al raar gezicht. En de manen. Kan je niet lange manen. Nou, ik ga voor vosmanen. Roos en Vivian zijn natuurlijk vosbond. Dus mijn eerste paard wordt nu ook vosbond. Volgende. Oké, naam van je paard. Even kijken.
Oyo Berry. Dat vind ik eigenlijk wel een grappige naam. Nou, dat wordt het. Oké, bevestigen. Ik heb dit spel nog nooit gespeeld. Maar we gaan het zien. Oké, ik krijg nu dus een intro. Een legende zegt dat het eiland Jorvik ooit een verlaten rots was in de donkere koude zee, totdat er een ster uit heelal in het water stortte. Er kwam een zwakke gloed uit de krater en er kwam een meisje op een paard uit. Ze reed sierlijk over het kalme wateroppervlak. In haar rechterhand droeg ze een licht. Het meisje en haar paard bereikten het eiland en ze plaatsten het licht precies in het midden van het eiland. Plotseling begon alles te leven en veranderde deze koude en donkere plek in een licht en warm eiland. Het eiland Jorvik is altijd al verbonden geweest met paarden. Sommigen zeggen zelfs dat zij de ziel van het eiland zijn. Je bent naar Jorvik gekomen om de zomer door te brengen in de moorlandstal waar je werkt en je eigen paard verzorgt. Na de zomer word je misschien toegelaten tot het Hippologisch Instituut, wat betekent dat je een nieuw leven op het eiland begint. Een leven vol met paarden en avontuur. De legende van Jorvik zegt dat er in tijden van wanhoop en duisternis een nieuw meisje op een paard verschijnt wat het verloren licht en hoop komt brengen. Ben jij dat meisje? Misschien wel. Zit er geen geluid bij of zo? Dat is wel jammer. Nou. Oh, spelen. Oké. Hallo. Lana zijn. Ik had al Lara gedaan. Nou, het zal wel. Oké, ik moet dus naar mee op de andere binnenplaats. Oh, en die weet waar het stalmeisje Jenna is. Oké. Een nieuwe vriend. Doelen, breng je paard naar de stal. Oké. En klik je op hetzelfde. Hoppa. Hebben ze niet een leuk muziekje of zo? Oké, op naar mee. Wacht, ik ga eerst even uitzoeken of ik nu een muziekje aan kan doen. Ik heet dus nu Lana in plaats van Lara. Misschien kan ik hem nog veranderen. En anders laat ik het lekker zo. Want ja, het scheelt maar één letter. Oké. Ik denk dat ik gewoon bij de edit een muziekje eronder zet, want dit is wel saai.
wat moet je nou doen dan? Lala. Ik moet voor jou op dit moment om te leren dat hoofdzaak van mannen stable kunnen bestmaken. Oké, naar het zuiden. Oh, die is daar. Oké. Op naar het stalmeisje. Maar ga ik nu de verkeerde kant op. Oh, hier is ze. Lemma! Laat hem met je. Wat blijft een man met een man? Oké, ik moet nu dus gaan bewijzen dat ik kan rijden. Nou, dit is best wel makkelijk. Maar ik moet alles even doorhebben. Kom op, galopperen. Ik kan het. En nu, weer naar Kiana. Ik ben dus ook een level omhoog gegaan en nu mag ik naar buiten. Was ik klein? Oké. Oké, ik moet dus naar de bokken. Dus even kijken waar dat is. Ik mag nu, omdat ik dat Cavaletti parcours heb gedaan, mag ik nu uit de stal. En nu moet ik dan naar de Bobcats toe. Dus dan gaan we daar maar even heen. Ik heb wel een leuk paard uitgekozen, denk ik. Ik moet alles nog wel een beetje doorkrijgen. Nou, lekker aardig.
Nou, wat een stom mens. Maar ik ga afsluiten. Dit was aflevering 1 van, Star Stable. En jullie zien in de volgende aflevering hoe het verder gaat aflopen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En laat even weten of jullie het ook spelen en wat jullie gebruikersnaam dan is. Doeg! I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be